Hallo, ik ben Desiree Stokkel. Het is 14 april 2016. Alleen sociaal intelligente, beschaafde, integere ondernemers hebben geen last van het nee van het Oekraïne-verdrag. Ze zouden van geen enkel verdrag last hebben. Het probleem is dat de Nederlandse ondernemer een vogelvrije moordenaar wil zijn. En alleen maar lid wil zijn van een lobby. Klanten wil kapotmaken als die klanten niet gehoorzamen. Werklozen wil afslachten als ze toevallig net niet perfect genoeg zijn. Met behulp van geweld en lobby een bedrijf draaiende willen houden. Want de Nederlander is perfect. Ja, als je zo denkt en je presenteert je zo, dan roep je in Oekraïne heel veel kwaadheid op. En dan krijg je de situatie dat de ene duivel de andere sterker maakt. Een sociaal intelligente ondernemer heeft besef van communicatieve vaardigheden. En het besef dat je nodig hebt in Oekraïne is de wetenschap dat je het goede voorbeeld moet geven. Dat je ze alles wat goed is moet voordoen. Alsof je een 2-3-jarige opvoedt. Dus wat moeten Nederlandse ondernemers doen die een succesvol bedrijf in Oekraïne willen trachten te realiseren? Nou, je maakt statuten. En die statuten deponeer je bij de Kamer van Koophandel in Kiev. En in die statuten moet iets staan. En dat moet je ook in de praktijk brengen. Er moet in staan dat je als ondernemer je bedrijfsplan start. Vanaf het VN-verdrag, het Volte-verdrag en de mensenrechtenverdragen. En daarna pas de economische verdragen. Er moet in staan dat als er geschillen zijn tussen Oekraïne en Nederland, je als ondernemer het Nederlandse parlement zal dwingen het conflict voor te leggen aan het internationaal gerechtshof. Er moet in staan dat je een veiligheidsbeleid bouwt vanaf het Folter-verdrag. Dus dat betekent dat je iedereen aanspreekt vanaf het Folter-verdrag en zegt: jij mag niet crimineel zijn en jij mag ook geen lid zijn van een criminele organisatie. Dan bouw je de structuur die je hebben wilt voor je bedrijf vanaf de mensenrechtenverdragen. En dat laat je zien. Je laat zien hoe je een bedrijf vanaf mensenrechtenverdragen in elkaar zet. En daarbovenop komen dan de economische verdragen. Dat betekent dus dat je geduldig moet zijn, beschaafd moet blijven en het werk moet doen waar je geen zin in hebt. Want je wilt iemand immers snel geld verdienen. Dan moet je er ook voor zorgen dat advocaten en rechters juridisch correct gaan werken. Dus dat doe je weer door te starten vanaf dat VN-verdrag, het Volte-verdrag, de mensenrechtenverdragen. In elke deal, in elk dossier, in elk document. En dan kun je goede systemen kopiëren, niet alleen uit Nederland, maar ook uit andere landen. Als je dat doet, dan bouw je de beschaving in Oekraïne. En dan heb je kans dat je bedrijf blijft bestaan. Dan heb je. Ja, wil je dat? De vraag is: wil je dat? Nou, kijk, ik kan me voorstellen dat er bedrijven zijn in Nederland die exporteren naar Rusland. Of landen die Oekraïne omringen en die in Oekraïne gewoon een soort toevluchtshaven willen hebben voor transport. Nou, is de transportsector toevallig een van de minst beschaafde sectoren. Dus wat krijg je? De beschaving lukt niet zo. Niet in Nederland en niet in Oekraïne. Dus de vraag is: waarvoor zou je als Hollander naar Oekraïne gaan? Ik persoonlijk zou het niet doen. Dag.